Mieset Horeca Live wordt u aangeboden door Unilever Food Solutions, Hollandia, Hobart Nederland BV en Kwekkeboom en Van Dobben. In 2010 start met spraakmakende hoteltransfers. Eerste Stamppot to go geopend in Utrecht. En toptip van bierkenner Hans Glandorf. In 2010 is gestart met een paar spraakmakende transfers. In Vogelvlug enkele opvallende personeelsmutaties uit de branche. Zo vertrekt Frans Wientjes bij de Eden Hotel Group. Wientjes was algemeen directeur en verantwoordelijk voor Eden Hotel Management, het managementbedrijf van de Eden Hotel Group. Wat Wientjes gaat doen is niet bekend. Bart Blikman is de nieuwe general manager van het Carlton President Hotel in Utrecht. Blikman komt over van Carlton Hotel in Spijkenisse. In Utrecht volgt hij John Rowley op, die na 20 jaar met pensioen gaat. En Claudia Pronk, tot slot, rolt het tropische eiland Mauritius in voor het eveneens zonnige Malediven. Pronk gaat er 3 luxe resorts runnen voor de Antara Groep. Claudia Pronk werkt in ons land onder meer als GM in het Haagse tophotel Des Andes. Het unieke aan dit concept is dat er voor het eerst in Nederland een Stamppot to go is geopend die 365 dagen per jaar een gezonde, echte Hollandse maaltijd aanbiedt. Ook in de zomer, door middel van een nieuw hip jasje eromheen te doen. De tijd dat je de lekkerste stamppot bij je oma at, is nu definitief voorbij. Een uniek concept stelt klanten namelijk in staat om op innoverende wijze hun eigen stamppot samen te stellen. Mensen die bij ons in de winkel komen, kunnen ook proeven in de winkel. Dan krijgen ze een klein lepeltje, zeg maar, om even te proeven hoe het smaakt. Dat kun je hier zien. Op dit moment ligt er dan boerenkool, rode kool en zuurkool. Vervolgens, als je keuze hebt gemaakt en je denkt van hé, hier heb ik zin in, dan ga je naar een touchscreen zelfbedieningskassa. Nou, we nemen bijvoorbeeld een hutspot. Vervolgens kunnen we daar verschillende toevoegingen aan toevoegen, zeg maar. Een lekkere rookworst en wat spekjes. Vervolgens komt het digitaal binnen in de keuken en wordt je maaltijd bereid en klaargezet. En een stamppotadviseur komt het bij je brengen. En binnen een paar minuten sta je weer buiten en dan kun je heerlijk gaan genieten. Stamppot to go heeft inmiddels een winkel betrokken waar ze niet zelf mogen produceren. We hebben de afgelopen jaren met verschillende koks samengewerkt die echt bij de club inmiddels horen. En nu hebben we ervoor gekozen om eerst met 1 pilot store te beginnen. Die koks die maken het gewoon elke dag dagvers. Die leveren het bij ons aan en wij zorgen ervoor met de meest geavanceerde opwarmtechnieken dat zonder kwaliteitsverlies jij een warme maaltijd krijgt. Ben je al een keer eerder geweest? Ja, ik heb de pompoen al. Oh, die had je al een keer gehad? Ja, oké. Dat is ook lekker. Ja, top hè. Die heb ik nu in de aanbieding trouwens. Je kan je voorstellen natuurlijk dat je nu met dit koude weer ontzettend veel boerenkool en hutspot verkoopt. Wat we doen is, we maken de stamppotten wat frisser en wat luchtiger, zodat je ook zomers bij ons terecht kan. Hey mannen, eet smakelijk hè? Goed hè? Yo, hoi. We willen ook graag naar het buitenland. Een filiaal New York lijkt ons heel erg leuk. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik weet niet of Amerikanen Nederlands voedsel zullen nuttigen en stamppotten gaan eten. Toch geloof ik wel dat zo'n hele grote en breed georiënteerde stad als New York absoluut ruimte en kansen biedt voor een concept als Stamppot to go. Ja, daar ben ik van overtuigd. Chateau Sint-Gerlach is een groot bedrijf. We hebben hier meerdere keukens en dit vraagt dan ook een hele strakke en goede planning. Dit kun je natuurlijk niet alleen. Daar heb je goede mensen voor nodig. En een van die mensen is onder andere een van mijn sous-chefs, Bas Wiertz. Bas is verantwoordelijk voor de bistrokeuken en ook voor de grotere banqueting. Ook het is belangrijk in deze tijd, want de keuken is enorm in ontwikkeling, dat we bezig blijven met wat er speelt in de keuken. En dat we bijblijven bij de huidige techniek. Die technieken halen we onder andere ook uit de magazines van Hollandia en uit andere bladen. Of we gaan bij collega's eten of we lopen op de markt. Dus inspiratie doen we overal op. Maar dat is wel het belangrijkste, elkaar aanvullen en er uiteindelijk een mooi eindproduct van maken. Ik maak vaak mee de Orval, een mooi trappist waar ik graag wil drinken, mooi bitter. Dan gaat de barkeeper voor me inschenken en dan krijg ik het als volgt geserveerd.
Meestal met heel veel schuim en het wordt zo op tafel neergezet. Dat kan niet. Dit bier moet in ene met een vloeiende beweging in het glas. Dan pas krijg je dus het mooie palet. En dan moet ik er weer bij schenken. En je zal zien, kijk, nu is het nog een beetje helder. Dit werkt niet. Dit moet in ene uitgeschonken worden. Je zal zien, ik sta nu een beetje... Ik krijg te veel schuim. Het lukt me wel, maar dit gaat niet goed. Altijd in ene inschenken.